Yo, Nintendo-fans. Welkom op dag 5 in Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Iedere dag Nintendo-video's op dit kanaal. Abonneer je als je dat wil zien. Doe een blauw duimpje omhoog en dan gaan we. En Elf... Ik dacht dat hij Elf heet. Ik vergeet elke keer de naam van het mannetje. In ieder geval, hij zegt... Ik ben blij dat je oké bent, Brittany. En Brittany zegt... Ja, het had niet veel gescheeld. Maar gelukkig hadden we die gele Pikmin. En als onze missie lukt... Dan moeten we een feestje houden om al die Pikmin te bedanken. We moeten nu naar de Distant Tundra. Omdat we op zoek zijn naar de kapitein. In de vorige aflevering zijn we hier ook al geweest. En toen hebben we een gigantische brug gebouwd. Want dat was nodig. Want Brittany die lag aan de andere kant. En Elf die was aan de andere kant. En Brittany die was kapot. Nou, niet helemaal kapot, maar het ruimteschip was weer neergestort. Ja, het zijn niet zulke hele goede piloten. Daar hebben we toch echt de kapitein voor nodig. En nu mag ik even kiezen welke Pikmin ik meeneem. Dus ik neem even 30 van deze Pikmin mee. Ik neem 30 van deze Pikmin mee. En... Oh, blijkbaar zijn er ook nog wel wat in het veld. Want nu heb ik er 77 bij me. Maar er staan er nu al 23 dan buiten ergens of zo. Oké, dit is verwarrend, jongens. In de vorige aflevering zijn we dus hier naartoe geweest. We hebben deze bruggen gebouwd. Ik had hier nog een fruitje. Die kon ik niet thuis brengen. Dus deze mogen 5 Pikmin eventjes thuis gaan brengen. Misschien zijn die anderen nog in een grot of zo. Anyway, ik moet de gele Pikmin denk ik eventjes hier tegenaan gooien. Want die kunnen namelijk deze deur kapot maken met z'n allen. Lekker bezig, gasten. Goed bezig. Nou, deze mogen we even thuis brengen nu we toch hier staan. Hè. Hoppakee. Breng al wat bloemetjes maar even thuis. Zo, hoppakee. Nou, dan zijn de gele Pikminnetjes bijna klaar. Dan roep ik iedereen weer bij elkaar. En dan gaan we kijken wat er aan deze kant is. Of we hier ergens de kapitein gaan vinden. Ik laat mijn grijze Pikmin deze even chargen. Hoppakee. Nice. En ze mogen ook dit ijsblok gaan chargen. Dan kunnen we blijkbaar hier naar beneden. Maar laat ik eerst even hier naartoe gaan. En charge deze ook even. Dit is sowieso een enemy. Ja, kijk maar. Kijk maar. Charge hem. Charge hem. Maar, oh, ik heb alleen de verkeerde Pikmin gebruikt. Nice. Nou, hij is al dood. Ik heb genoeg Pikmin bij me. Dit is wel chill. Oké, brengen jullie hem thuis? Toppie. Wat kan ik hiermee? Wat zijn dit voor stokjes? Oh, kijk. Kunnen ze dan naar boven klimmen straks? Oh, oh, oh. Kom hier. Kom hier. Nee. 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 Kom hier. Oh. Ga naar boven met z'n allen. Oké, daar ging even iets fout. Kijk, één Pikmin die is daar begraven nu. Oké, nice. Nu kunnen we denk ik daar naar boven. Maar ik ga even mijn andere Pikmin weer terughalen. Zodat we weer een complete squad hebben. Guys, komen jullie? Toppie. Kunnen we dan nu hier naar boven met z'n allen? Ja, zij kunnen wel daar naar boven, maar ik kan daar niet naar boven lopen. Ah, en ik denk dat ik hier mijn gele Pikmin voor nodig heb. Die kan je ook ver gooien. Dan moeten er daar 10 naartoe. En dan hoop ik dat zij kunnen connecten of zo. Nee. Oké, zij doen niet echt iets daar. Kom maar terug dan. Oké, wacht even. Ik kan 11 daar opgooien en die bounce dan daar naartoe. Nou ben ik benieuwd of ik een andere kleur Pikmin daar ook naartoe kan krijgen. En wat we dan kunnen. Kijk, oké. Ik heb een Pikmin hier naartoe gegooid. En we hebben iets gevonden. Wat is dit? Dit komt van de Drake vandaan. Althans, nee, het komt niet van de Drake vandaan. Maar we moeten het wel naar de Drake toe brengen. En daar hebben we dus ook 10 gele Pikmin voor nodig. Nou ben ik heel benieuwd wat die stomme beesten daar gaan doen. Ja, ik denk wel dat die beesten een probleem gaan vormen daar. Ja, nice. Ik kan die beesten kapot maken. Kijk, ik kan die... Ah, kom op. Pak hem. Pak hem. Kijk, zie je? Hij probeert al die Pikmin mee te nemen. Yo, gast. Doe eens niet. Oké, kom allemaal maar terug. Kom allemaal maar terug. Ja... Kijk, ze planten gewoon die Pikmin daar weer. Nee, joh. Kom, 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 guys. Kom. Oké, het apparaatje is teruggebracht naar de Drake. En wat is dit? Een bericht van de Drake krijgen we nu. Wat is dit voor item, P? Oh, het is een fluitje voor een hond. Een hondenfluitje. Maar wat kunnen we hiermee dan? Als we ergens vanaf glijden, dan moeten deze pijltjes indrukken om te rollen en te dodgen. Oh, kijk, ik kan gewoon zo rollen. En dan rol je met z'n allen weg. Oh, dit is handig. Dit is wel nice. Oké, neem even deze gasten mee. Neem ze mee, neem ze mee. Kom op, kom op. Kom op, neem ze mee. Kom, 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 kom. Oké, cool. Oh, wauw. Pakken ze Brittany nou ook? Nee, joh. Laat me los. Heel goed, heel goed. Oké, ik pak even dit ding mee. Ja, kijk, we moeten hier een Rock Pikmin opgooien. Nice. Dus ik kan letterlijk deze bovenop gooien. Kom, 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 kom. Kom, kom, kom. We gaan deze slopen. Ik wil hem slopen. Ja, nice. Pak hem. Maak hem kapot. Lekker. Hahaha. Die voor jou, bijen, man. Oké, nu deze, nu deze, nu deze. Lekker. En we hebben hem, we hebben hem. Nice. Nemen we deze gast ook even mee.
En dan kunnen we nu dit fruit hier meenemen. Zo, heel goed. Breng al die fruitjes maar naar huis. Waarom komen jullie niet hier naartoe? Dat lukt niet. Niet iedereen kan hier komen of zo. Kunnen ook al deze druifjes even lekker meenemen. Want we moeten natuurlijk zoveel mogelijk fruit proberen te verzamelen. Want ja, fruit, dat is goed voor je gezondheid. En kijk eens. We hebben een nieuw plantje, een nieuw fruitje. En hiermee kunnen we dus shakes maken. En met die shakes overleven we de dagen. Dit is een ultra spice berry. Oh, deze kunnen we niet opeten. Dit is blijkbaar niet goed. Oké. Dat is jammer. Oké, alle druifjes worden ook lekker meegenomen. kijk. Ze komen toch weer terug, hè? Zie je het? Ja, ze komen toch weer terug. We hebben hier nog één van dit fruitje. Kunnen we deze guy nog meenemen, trouwens? Waarom hebben jullie hem niet meegenomen? Heel goed. Heel goed. Oké, top. Volgens mij hebben we hier alles gedaan. Daar beneden zijn we de vorige aflevering geweest. Dan gaan we dit hier eens even uit de sneeuw trekken. Ziet er nou uit dat dit niet echt een heel belangrijk ding is eigenlijk. Weet je wat, jongens? Laat maar zitten. Kom maar. Of hebben we dit wel nodig? Ik weet het niet. Volgens mij is dit gewoon een 1 muntje waarin je 1 Pikmin terugkrijgt. Ja, zie je? Oké, blijkbaar hebben we de hele tijd aan de verkeerde kant gezocht. De helft van de dag is nu weg en we moeten nu deze kant op. We worden hier naartoe gestuurd door de pijltjes. En we moeten dus toch hier naartoe. En dan moeten we met z'n allen hierop. Worden we omhoog geblazen. En nog verder. Ah, en hier waren we blijkbaar nog niet geweest de vorige keer. En dan moeten we dus eigenlijk met Brittany moeten we hier doorheen knallen. Deze hebben we nodig. Deze bal. Dat hadden we nog niet gedaan in de vorige aflevering. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En dan knalt hij hier doorheen. Ah, en nu hebben we weer een grot waar we in kunnen. Kijk. Kom maar jongens. We gaan met z'n allen naar de grot. Oké. Wow, oké. Hier zijn weer vuurmonsters. Nou weten we dat de rode Pikmin tegen vuur kunnen. Oh. Hij gaat het water in. Dat is wel... Ja, dat is wel... Oh. Ik moet even die Pikmin terugroepen die in het water gaan. Oké, maak hem kapot. Maak hem kapot met z'n allen. Kom op, rode Pikmin. Lekker. En jullie... Oh, nee. Die andere daarnaast. Nee. Ah! Kijk uit. Oh, nee. Er is één rode Pikmin opgegeten. Door het monster. Nee, joh. We maken hem helemaal kapot. Lekker. Oké, cool. Maar wat moeten we in dit grotje doen, jongens? Kijk, hier hebben we gele Pikmin voor nodig. We hebben hier 10 gele Pikmin voor nodig. Die vormen even een rijtje. Zo, hoppakee. Kijk, en dan doet de elektriciteit het weer daar. Dit is lekker, jongens. Ah, we hebben licht. We hebben licht in de duisternis. En hele mooie bloemetjes, waarmee we waarschijnlijk gewoon lekker naar boven kunnen. Wat is dit voor bloem, trouwens? Oké, ik vertrouw dit niet. Ik kan hier Pikmin ingooien. En dan? Dan komen daar weer nieuwe Pikmin uit. Maar oké, ik weet niet precies wat daar gebeurde. Ik gooi in ieder geval mijn gele Pikmin eventjes naar het stuk fruit. Kijk, en die brengen het fruit weer naar huis. Het mandarijntje. En dan ga ik met de rest even op zoek wat ik hier nog meer kan doen. We hebben sowieso hier een uitgang van de grot. En deze dingen kunnen we allemaal kapot maken. Kijk, nice. En zo hebben we weer een doorgang. Deze kan nog even kapot. En die kan nog even kapot. Nice, oké. Er is hier een monster die zich voordoet als een blad. Ja, dat zijn deze waarschijnlijk. Kan ik die kapot maken? Ja, kijk, ik kan die gewoon kapot maken. Geen enkel probleem. Ho. Niet mijn Pikmin opeten. Oké, we kunnen nu rechts en links. Ik heb niet zo heel veel Pikmin meer bij me, voor mijn gevoel. Ik heb er 47 bij me. En Brittany die zegt, ja, iemand die was hier. Die is hier al geweest. Kijk, ik gooi even... Elfie gooi ik even naar dat dingetje. En die vindt weer een post van Captain Olimar. En we moeten hier iets met elektriciteit doen, jongens. Hier is ooit een... Oh, hier is ooit eens iemand geweest. Maak hem kapot, charger! Kom op. Ja, nice. Oké, die is kapot. En blijkbaar moeten we hier ook nog even graven. En blijkbaar is het ook bijna tijd. Dus we moeten ook wel aardig richting huis, denk ik. We moeten ervoor zorgen dat niet al deze Pikmin kapot gaan. Ik denk dat we morgen hier nog even terug moeten komen. We zijn hier namelijk nog niet klaar. Alle Pikmin willen daar namelijk behoorlijk graven. Ja, hier bij dit... Dit is een belangrijk stukje in dit leveltje, jongens. We gaan morgen hier sowieso even heel snel naar terug. Want hier links zijn we ook nog niet geweest. We hebben mysterieuze ontdekkingen gedaan. Maar wat het precies is, dat weten we nog niet. Iedereen is rustig aan op weg naar huis. Dus ja, ik denk dat we dit wel gaan redden met z'n allen. Achterlopen nog een paar Pikminnetjes gewoon samen. Hier, wil jij helpen? Dan ga je wat sneller. We hebben nog 10 seconden, nog 9 seconden. Oh, dit hebben we echt perfect getimed, jongens. Hebben we echt zo goed getimed dit? Ja. Kijk eens, wat een timing. Met nog 4 seconden op de klok is iedereen in de cirkel. Nou vraag ik me wel af waar die andere Pikmin zijn die nog in het veld staan. Alle Pikmin mogen weer gaan slapen. En dan zijn wij ook klaar. De dag is weer voorbij.
Het ging snel deze dag. We moesten even zoeken wat we moesten doen. We hebben een hondenfluitje gevonden. Dat is heel nice. We hebben helemaal aan de andere kant van dit level... hebben we mysterieuze sneeuwvlakte gevonden waar we moeten gaan graven. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. En dan ben ik benieuwd of we de kapitein dan eindelijk gaan vinden. Abonneer, duimpje omhoog. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!